Ja, ja, zij is zover. Bonjour. Pardon? Dat is Frans. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Ja, goed. Nou. Ik krijg sterk de indruk. Waar gaat het dan, hè? Dat jij nauwelijks af kunt wachten tot ik weg ben. Ik loop wel even met je mee. Kom, daar gaat. Ja, er klopt hier iets niet. Ik ken jou. Zo. Alfred heeft me uitgenodigd. Ik mocht een keertje langskomen als ik in de buurt was. Maar dat ben ik wel, hè? Leuk, hè? Ja. Wat is die? Is er niemand thuis? Eva is thuis. Ik bedoel, nee, er is helemaal niemand thuis. Nee. En waar is iedereen? Iedereen. Nou, iedereen die is even ergens, anders, ziet u wel. Zit er nou al, Corrie? Ik heb het toch steeds gezegd dat... Dan moet u eigenlijk even niet mee, ja? Ja, mevrouw is namelijk... En wanneer komt die familie weer terug? Mevrouw is namelijk met haar dochter op reis, maar... Op reis? Ja, en haar man is ook op reis. Het is toch ook wel een huishouden van Jan Steen, hè? Een zuster die de afspraken niet nakomt en een zwager die geen velder of wegen te bekennen is. Corrie, misschien is het toch beter dat we naar huis gaan. Je man zeurt toch niet altijd zo? Ja, maar de koei... Maak je nou toch eens niet zo druk om die anderhalve koei van ons. En bovendien worden ze goed verzorgd door de buurman, hoor. Ja, bovendien wordt er veel ingebroken de laatste tijd, hoor. Niet bij ons. Bij ons valt toch niks te halen. Niks te halen! En mijn verzameling suikerzakjes, noemde dat niks soms? Ik geloof niet dat er iemand nog belangstelling heeft in die vieze beltjes met nog een beetje suiker erin. Oh, dat ben je! Dit is geen familie. Nou, zeg eens wat. Hoe was het in Geertruiden wel? Geertruiden wat dan? Waar is je moeder? Ik zou het niet weten. Ken je mijn moeder dan? Ja, zeg, ik zou mijn eigen Lisbeth niet kennen. Maar mijn moeder heet Trudy. Dit is Eva. Familie? Nee, geen familie. Geen familie? Nee. Ach, kijk daar eens als dat Eva niet is. Oh. Maar wanneer komt meneer Hoekstra weer terug? Dat, ik verwacht dat hij morgen wel weer terug zal zijn. Mooi. Althans, dat hoop ik. Mooi. Zeg, man, ben ik even... Oh. Oh, je hebt alweer visite, zie je. Mijn naam is Derksen, Joris Derksen. En ik kom voor meneer Hoekstra. Ik ben Corrie. O ja, dag Corrie. Ja, kut. Zo is altijd bij meneer Hoekstra. Als je nodig hebt, dan is hij er weer niet. Nou, en dit is de verloofde van meneer Derksen. Ah, u spreekt met mevrouw Hoekstra. Dokter, ik maak me ernstig zorgen over mijn man. Ja, hij is niet zoals hij hoort te zijn. Ik weet het niet. Zo vergeetachtig, dokter. Stel je voor, ik ga naar haar kamertje om een voorstelling te geven, hè? En ik wacht tot ik hem ontsteek. Geen Freddy. Uiteindelijk heb ik maar een voorstelling gegeven aan een andere man. Andere man? Die snapte er helemaal niks van. Hij moest wel 6 keer happen voordat hij dat tintje te pakken had. Eva heeft voor jou gedanst. Hoe ze hiet, dat weet ik niet, hoor. Kijk, het begon allemaal heel rustig, zo een beetje zo met haar hand en voeten, hè. En op een gegeven moment begon ze zo met haar achterste te komen. Oh. En weet je wat er toen gebeurde? Nee. Toen viel er weer een pak van de reet af. Je bedoelt... Spiermaak! Spier! Ja. Spier. Nou ja, spier. Dat is zo'n bruis gedaan. Oh, mijn lieve hemel. Kijk, en toen, hè? Ja. Toen viel ze dat tientje van mij. Ja. En dan stapte ze zo tussen de gemoed, zal ik maar zeggen. Tjo, goeie genade. En toen moest ik happen, hè? Ja. Zo. Ja, hop. Ja. Dat snap natuurlijk wel, ik net een eerste keer niet kon, hè? Nee. Hi. Mama, was
jij nou? Ja, ik kom van boven, maar er is een klein ongelukje gebeurd. Ongeluk. Een ongelukje? Wat is er gebeurd? Ja, ik kan het beter even laten zien, denk ik. Met wie ik ga trouwen? Ja? Met u natuurlijk, juffrouw Hoekstra. Met mij? Ja, alles is in kruiken en kannen. Uw moeder is het er ook mee eens. Met mijn moeder? Ja, ik ben van mening dat ik het heel goed met uw moeder zal kunnen vinden. U en mijn... Ja, volgens mij rusten die verhalen over boze schoonmoeders allemaal op leugens. Hoe heeft u trouwens Alfred leren kennen, als ik vragen mag? Oh, tijdens het werk, Keertje. Tijdens het werk. Zijn we het of het doen? Hij zat hier zo eerste rang, vooraan het toneel, en hij hapte het tientje er zo op. Ik denk het dus uit. Ja. Knap, hè? Alfred is een echte happer. Ga je na 15 jaar, ga je naar Parijs, en wat gebeurt er? Het hele huis stroomt vol met visite. En mijn broer, die dreigt uit zijn rol te vallen. Tweede rangs acteur. Afijn, gelukkig heb ik nog goede herinneringen aan Parijs. Ach ja, Madeleine. Wat had jij toch een mooie benen. Oh, mijn vuilak. Als dat mijn lieve schoonzuster niet is, zeg. Ik ben diep teleurgesteld in uw vader. Maar mijn lieve kind... Ik noem maar niet de hele tijd mijn lieve kind. Je bekijkt het maar. Ik ben beledigd, meneer Hoekstra. Diep beledigd, ja. Wie is die man in hemelsnaam, zeg? Vanaf nu zoekt u maar een andere huisarts, meneer Hoekstra. U heeft de medische wetenschap ernstig misleid. En daar kunt u het mee doen. Zou ik je hier alle vier de hoeken van de kamer laten zien? Maar maak je geen zorgen, dat doe ik dan wel als we weer onder ons zijn. Hey. Oh, met jou heb ik nog een appeltje te schillen. Jij had mij gezegd dat je vrijgezel was, Frederik! Alfred Hoekstra is mijn man!